Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Podcast nummer 3. Hallo allemaal, dit is een waar gebeurd verhaal van het Sinterklaasjournaal. En het heet Op de Foto. Honderden, misschien wel duizenden pieten hebben zich op de stoep voor het grote pietenhuis verzameld. Maar niet alleen de stoep staat vol. De pieten hangen ook uit de ramen, staan op het dak en dansen op de schoorsteen. 41, 42, 41. Oh, Piet, ik moet plassen. Duurt het nog lang? Pieten, luister. Luisteren, zeg ik. Goed zo. Goed, bijna alle kinderen en grote mensen willen weten hoeveel pieten er zijn. En daarom wordt het hoog tijd dat ik jullie ga tellen. En dat duurt even, dat weet ik. Maar jullie mogen allemaal weg. De hoofdpiet krijgt de kans niet om zijn zin af te maken. Jongens, we mogen allemaal weg! Oh, de pieten stuiven alle kanten op. We zijn klaar! Hola! Wacht! Terugkomen, allemaal! Teleurgesteld sjokken alle pieten weer langzaam terug naar de hoofdpiet, die boos op ze staat te wachten. Ik hoorde het. Jullie mogen allemaal weg als ik jullie heb geteld. Nu kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Wacht, ik heb een idee. De hoofdpiet rent snel het pietenhuis in. Hij komt terug met een fototoestel en een huishoudtrap. Kijk, jullie blijven hier nog even staan totdat ik met dit toestel een foto heb gemaakt. En dan kan ik jullie daarop later rustig gaan tellen. En dan hoeven jullie hier niet zo lang te blijven staan. De hoofdpiet zet het fototoestel voorzichtig op de trap. Kijk, omdat ik zelf ook een piet ben, moet ik ook op de foto, hè? Maar dat is geen probleem, want dit toestel kan automatisch een foto maken met dit knopje. De hoofdpiet drukt erop en het toestel begint te ratelen. Snel rent de hoofdpiet naar de groep pieten en gaat er zelf ook bij staan. Dan roept hij: blijven staan totdat de flits is geweest, hè? De flits, begrepen? De flits, begrepen, hoofdpiet? Het toestel tikt en ratelt. De pieten wachten af. Er gebeurt niks. Iedereen houdt zijn adem in. Ik weet het niet hoor, maar het duurt wel erg lang. Dat vindt de hoofdpiet ook. Het toestel is toch niet stuk? Misschien moet je even gaan kijken. Ik denk wel dat er wat aan de hand is hoor. De hoofdpiet twijfelt. Het toestel zal het toch wel doen? Hij wacht nog even. Maar er komt nog steeds geen flits. Zie je nou wel? Ik zei toch dat er iets mis is? Oh, wacht nou gewoon. Het duurt altijd eventjes voordat die flits gaat. Ja, maar dit duurt wel heel erg lang, hoor. Het duurt inderdaad wel heel erg lang voordat de flits komt. Maar het toestel maakt nog wel steeds geluid. De hoofdpiet twijfelt. Zou die dan nog eventjes wachten? Of niet? Misschien dat ik toch eventjes ga kijken wat er aan de hand is. Dan loopt de hoofdpiet op het fototoestel af. Hij bekijkt het heel aandachtig. Hij lijkt het gewoon te doen. Je zou toch zeggen. De hoofdpiet buigt voorover en drukt zijn neus bijna tegen de lens. Precies op dat moment, flits! De flits! Dat was de flits! Het fototoestel maakt een foto. Een foto van de grote neus van de hoofdpiet. En weg zijn de pieten. In een mum van tijd is er geen één meer te bekennen. De hoofdpiet blijft helemaal alleen achter bij het fototoestel. Waarom gaat het nou nooit eens een keer goed? Meer Sinterklaasjournaal op sinterklaasjournaal.nl